Uit de tuin van het Vredespaleis in Den Haag werd onlangs het stevig verpakte grote mozaïek uit de voormalige Duinoordkerk vervoerd naar een nieuwe bestemming. De Duinoordkerk waarin het een plaats had, werd in 1944 op last van de Duitsers afgebroken. Het mozaïek werd nu naar de 14e eeuwse kloosterkerk overgebracht. Uit deze kerk moest een boograam worden verwijderd omdat de officiële toegang te klein was. Via een speciale hijstellage werd het 10 ton zware kunstwerk omhoog gehesen. De aankomst van dit mozaïek vormde de afsluiting van de restauratiewerkzaamheden in de kloosterkerk. Het was een heel karwei om het zware stuk naar binnen te krijgen. Het is nu geplaatst in het koor van de kerk. Het mozaïek is een schepping van de kunstenaar Torren Prikker, aan wie in Duitsland een heel museum werd gewijd. Het stelt het laatste avondmaal voor. Met groot meesterschap zijn de verschillende figuren uitgebeeld. Na bijna 10 jaar heeft deze fraaie schepping nu weer een waardige plaats gekregen.